Yo mensen, welkom bij deze nieuwe FIFA 20 Road to Glory. In de vorige Road to Glory video had ik deze specifiek voltooid. Nu heb ik deze ook, de hybrid competities. Dus ik heb deze drie al, heb ik al ingeleverd. En deze eerste elftal, die moet je doen met loyalty. Zoals je ziet heeft iedereen ook een contract nodig. Dus je moet gewoon eventjes offline wedstrijdjes gaan doen. Tegen Team of the Week is zo, dan gewoon 10 keer. Tot iedereen loyalty heeft, zit ook hier. Dat groene dingetje onderin de kaart. Dus ja, dan ga ik deze even inleveren. Nou, dat doe ik. Want dat was mijn SBC teampie. Nou, ik heb deze voltooid. Hybrid competities. Zelfs aan mega pakket. Nou, nu moet ik er dus nog twee doen die ik volgende keer. Ja, deze SBC heeft me denk ik ongeveer 30 tot 35k gekost. Dus ik hoop dat ik wat goeds krijg. Dit is in ieder geval 50k pack, 35k pack, 55k pack. Deze zijn ook al veel, maar ik weet niet welke. Ik ga eerst even de top gemengd spelerspakket openen. Het is hopelijk een goede speler. Niet heel goed. Martinez van Ajax. Die ga ik even houden, want misschien dat ik wel een team met hem wil gaan maken. Dus deze hou ik. Deze ga ik wel allemaal naar het transferlijst sturen. Deze allemaal naar het transferlijst. Misschien dat ze die zilveren nog wat waard. En deze sluit even op. Dan ga ik deze openen. Top Electric Players Pack. Dus 6 gouden en 6 derde. Dus ik denk sowieso wel een gouden derde. Dus hopelijk een goede speler. Weer niks, man. Het is gewoon weer niks. 82 gereden. Tot nu toe heb ik nog niet echt pekkelijk in FIFA 20. Maar deze gaan ogen allemaal naar de transferlijst toe. Misschien is de zilver die wat waard zijn, dat hoop ik. Dan ga ik nu naar de drie goede packs. Eerst 35k pack. Mega pakketje. Kijk, ik verwacht nu wel even wat goeds hoor. Minimaal border, dus minimaal 3 dagen geleden. Dat moet wel lukken. Weer gewoon niet. Het is echt ongelooflijk. Het is gewoon echt heel slecht hoor. Er zit ook weer allemaal transferlijst toe. Nou, 5000 munt is wel mooi. Dit sla ik op in mijn club. Oké, dan heb ik nu nog twee packs hier, een 50k pack en een 55k pack. Dus ik ga als eerst het 50k pack hier openen, dan 55k pack. Of nee, ik ga eerst deze doen. Eerst zelfs een mega pakket. Oké, hier verwacht ik sowieso wel wat goeds uit. Minimaal 83 geven. Volgens mij wordt het goed. Algerije. Dat is buiten Mahrez. Ja, Mahrez. Dit is voor mij echt heel goed. Oh, hij heeft een fout erin. Ik hoop dat hij het waard is. Het is wel een goede kaart, dus ik ga het even kijken. Oeh, en niet in 83. Oké, 20 kan, dat vind ik. Dat kan nogal. Hoeveel zijn waard? Hij heeft ook echt goede stats. 10k. Dit ook. Misschien is hij wat waard. Ook. Nou, dit is toch wel een lekkere pack gewoon. Lekker hoor. Allemaal transferlijst. Ik heb die coins echt hard nodig. Dit is correct. Oké, dan heb ik misschien wel wat winst gemaakt. Deze is misschien, maar dan heb ik nu nog een 50k packje. Dus hopelijk krijg ik wat goeds uit. Please EA, geef wat goeds. Oké, volgens mij weer wat goeds. Polen. Doelman. Ik heb heel even gehoopt op Lewandowski. Ja, dat is ook wel waard. Oeh, en in vorm. Oh, lekker. Hoeveel gaat hij? 13k. Dat is gewoon
wat de coins. Hij gaat voor ook 10k. Nou, dit is toch wel een lekkere pack opening. Ja. Even naar de transferlijst toe. Dus hier, Inform, Chesney, Mares, Danilo Pereira, Gonzalo Guedes, Stracosa, Mata. Ja, voor de zegt hier Mkhitaryan is hij wat waard. Nee, oeh, dacht even dat ik nog geen Discorden. Nou, is ook niks waard trouwens. Nou, dat was dan de pack opening van de SBC genaamd Hybrid Competities. Dus Hybrid Competities voltooid. Volgende twee SBC's die ik dan ga doen zijn de Competitie Landen Hybrid en de Nationale Trots. Dit zijn volgens mij wel duurder, maar ja, ik heb nu best wel wat spelers gepakt, dus ik zal nu wel genoeg coins af hebben. Maar ja, dan zie ik jullie bij de volgende video.